Er is nog hoop. Er is altijd hoop. Tot het echt niet meer gaat. Maar het water staat al lang niet meer tot aan de lippen. Het water kietelt inmiddels de neusharen van de Twente supporters. Spanning zit erop. Er gaat nog weinig goed bij beide elftallen. De eerste 10 minuten van deze partij. Gaat Tiga Duini daar verandering in brengen? Nou, die test maar eens die jonge doelman van de Arnhemmers. Een schot van afstand. Eerste doelpoging. Zo, daar zit wat Twente-historie. Kik van der Val. Eddy Achterberg. Waarbij vooral de man rechts het nu al niet meer lijkt te hebben na 20 minuten. Nou, het gaat bij Vitesse echt in een wandeltempo. Er zit geen enkele beweging in, geen snelheid, niks. Drommel is nog geen enkele keer serieus getest. Dan gaat dit ook nog missen. Dan kan Twente daar wellicht van profiteren met Maher. Maher door de benen van Miasca, maar niet al te ingewikkeld voor Jeroen Hauw. Wittner. Serrero. De kruising en zo is het 1-0 voor Vitesse. Dat eigenlijk nog niets heeft laten zien. Dat nog niet gevaarlijk is geweest. Maar wel vaker heeft laten zien dit seizoen. Denk aan die knal van Voort tegen Ajax. Dat de wedstrijd van afstand natuurlijk kan worden opengebroken. 1-0 Serrero. En een scenario voor FC Twente dat zwarter en zwarter wordt. Naarmate de middag vordert. Er is Karavajev. Matas kiest positie. Karavajev met een prachtige passeerbeweging. De voorzet. Oh, die valt bijna binnen bij de eerste paal. Als Drommel net niet verrast wordt door de inzet van Tesker, zijn ploeggenoot. Ja, flauwe en minder flauwe grappen. Volop in Arnhem. Over de as van het veld komt Vitesse. Mooi balletje van Matas. Mount. Als er twee van Twente eigenlijk tegen elkaar aanlopen, maar het valt dan net niet goed voor de Engelsman. Hier is Buettner. Voorzet van Buettner. Matas met de kopbal en het is 2-0 voor Vitesse. En het lot van Twente daarmee hoogstwaarschijnlijk echt definitief bezegeld. Vitesse op weg naar de play-offs voor Europees voetbal. En hij met de hele club op weg naar de Super Rally. Fijne voorzet van Buettner. De sprint van Matas richting de eerste paal. Klassieke spitse goal. En Drommel die zijn lichaam er wel tegenaan krijgt. Maar niet voldoende. Is hij houdbaar? Ja, dat lijkt me toch wel. Op alle fronten. De berusting. Oh, ja, dat gaat zo niet natuurlijk. Met een scheidsrechter die op de grond ligt. Getackeld. Kamphuis. Excuses van Navarone voor. En een geintje eroverheen. Ongelukkige samenloop van omstandigheden in alle opzichten. En, wat overdreven valpartij, zo eerlijk moet je ook zijn, van scheidsrechter Kamphuis. Precies. Staat maar één straf op. Van Bergen. Matas. Zwakke bal van Matas. Oh, volgende blessure. Daar schiet het in de lies van Maria. Vitesse gaat verder. Drommel redt, maar redt niet voldoende. Want daar is het 3-0. Alles gaat mis in 5 seconden. En als je op zoek bent naar symboliek, dan vind je dat wel in dit doelpunt van Vitesse. Waar onwaarschijnlijke hoeveelheid flaters binnen 5 tellen aan vooraf gaan. Schiet hem in de lies. Vitesse voetbalt verder. Dit is eerst het schot van Bergen dat nog gekeerd wordt. Zit hij er dan al in? Dan zit hij er al in en is het dus 3-0. Van Bergen kan er zo voorbij lopen, want Maria kan niet meer bewegen. Het is treurig om te zien. Mikael Maria, kijk eens eventjes. Heel speels nu en daar is het 4-0. Ja, daar kan hij uitblijven en die score gaat echt nog wel hoger oplopen. 4-0. 15e van het seizoen. Voor Brian Lynch. Een paar weken geleden voelde je het al in die thuiswedstrijd tegen Feyenoord in de Goalsvesten. Dat de berusting vat had gekregen
op de mensen in het stadion, op de spelers, op alles en iedereen ook eromheen misschien wel. Het gevoel van dat komt niet meer goed. En dat bleek ook in de weken daarna, ondanks een zege tegen PEC Zwolle. Ja, Vitesse dan, zoals gezegd, op weg naar de play-offs. En normaal gesproken zou je zeggen, Vitesse Twente 4-0. Dan verkeert dat Vitesse toch in grootse vorm, want hier wordt het zelfs 5-0. Binnen gemokerd door Madafs. Maar zo groot, hoe gek dat ook klinkt, 5-0 tussenstand, is die vorm van Vitesse helemaal niet. Maar het gaat in de tweede helft zo verschrikkelijk gemakkelijk. Twente is meer dan murfgebeuk, lamp geslagen, noem het allemaal maar op. Het is helemaal leeg. Het is een speeltuin geworden, die tweede helft voor Vitesse. Het is zover. FC Twente, de landskampioen van 2010, degradeert na een deceptie in Arnhem, na een 5-0 nederlaag uit de Eredivisie. Dit is iets wat zich natuurlijk al maanden heeft aangekondigd, maar op 29 april een feit is. Twente speelt volgend jaar in de Jupiler League.